Trainingsvisie, Bert van Hunestein, namens DVS TV de allerbeste wensen voor 2019. Ja, dankjewel Piet en uiteraard ook namens mij en namens de groep ook voor iedereen een prachtig 2019. En vooral gezond blijven en sportieve hoogtepunten bereiken. Zo is dat. En wat zal jouw grootste wens zijn voor 2019 als trainer zijnde? Als trainer zijnde is natuurlijk duidelijk, de grootste wens is kampioen worden. En als dat niet mocht lukken, dan graag promoveren. En dat zal dan middels de nacompetitie moeten. Juist. Is er al wat bekend over jouw toekomst? Nee, het is helemaal niets. Het is lekker rustig rondom mij. En, dus ik wacht netjes af en ik kijk zelf een beetje rond wat de mogelijkheden zijn voor mij richting volgend jaar. Dat is, kan variëren van bij andere trainers in de keuken meekijken door de week op trainingen. Of misschien ook wel dat er nog een club komt die zegt, we gaan met Bert aan de slag. Assistent trainer bij VVOG of zo? Nee, dat is geen optie voor mij, nee. Dat denk ik ook niet. Dan denk ik eerder aan je vriend Jaap Stam volgend seizoen bij PEC Zwolle. Nou, vriend, dat gaat wel heel ver. We kennen elkaar. En nee hoor, Jaap die heeft zijn eigen team altijd om zich heen waar hij op vertrouwt en waar hij heel goed mee samenwerkt. Dus daar is voor mij geen rol in weggelegd. Ik zou wel heel graag een stap willen maken naar het BVO, maar dat is niet richting PEC Zwolle. Hoe gaat dat nou in dat trainerswereldje? Als, nu bij DVS, wordt er dan gesolliciteerd? Of zijn sommigen te groot om te solliciteren en wachten ze af tot ze gevraagd worden? Hoe zit dat eigenlijk tegenwoordig, Bert? Ja, de meeste trainers zullen zeggen, ja, ik ben gebeld door de club. Maar dat is vaak helemaal niet waar. De meesten moeten gewoon solliciteren. De meesten moeten gewoon volgens de procedure. Want volgens mij hoort het ook volgens de statuten van de voetbalvereniging. Dat er meerdere uitgenodigd moeten worden voor gesprekken. Natuurlijk zal een echte topper. Die zal heus nog wel eens links en rechts om gevraagd worden. Maar dat gaat dan achter de schermen een beetje. Op het moment dat ik bekend maakte dat ik ging stoppen bij DVS. Kreeg ik zelf al reacties van andere trainers. Ik denk dat de club ook de brievenbus vol had. Want het is heel simpel. Op het moment dat zo'n vacature komt. Ja, er worden heel veel trainers worden daar blij om en die zien het als een kans natuurlijk. Heb jij in je hoofd een profiel voor een trainer voor DVS 33? Want dat moet wel een hele aparte apart type zijn natuurlijk. Hè? Want hij moet natuurlijk stressbestendig zijn. Nou ja, dat niet alleen. Kijk, profiel dat is aan de groep en aan de TC. Die zullen een profielschets maken. Daar betrekken ze mij verder niet bij. Ik weet wel dat bij alle clubs waar ik ooit gewerkt heb, daarna zeiden ze altijd van, we willen een trainer die minder nadrukkelijk aanwezig is. Maar of dat altijd goed is uitgepakt, dat is altijd weer een tweede. Dus er zitten kundige mensen in de TC. De spelersgroep weet onderhand ook wat ze wel, maar vooral wat ze niet willen hebben. En Het zal lastig genoeg worden, want je weet het pas gedurende een seizoen of een trainer past bij je vereniging of niet. En dat is aan de heren om daar een goede keuze in te maken. Ik denk dat SSC Putten wel een aardige slag geslagen heeft, Bert. Ben je dat met me eens? Ja, Sesko heeft zich al goed bewezen natuurlijk in de voetballerij. En een beetje een cadeautje dat hij in Apeldoorn is komen te wonen of werken in ieder geval. En dan is het voor SSC natuurlijk een uitgelezen kans om Sesko binnen te halen. Want het is een hele kundige trainer, dus dat is een mooie voortreffer. Inderdaad, ook een hele rustige en volgens mij past hij wel daarin, Putten. Ja, daar heb ik geen weet van. We hebben hem hier meegemaakt en toen was hij rustig natuurlijk. Maar of dat nou door de wedstrijd kwam, dat weet ik niet. Maar het feit is dat de SSC daar een hele goede keuze in gemaakt heeft. En ik wens hem ook heel veel succes erbij. Ja, jij bent nu echt volop aan het solliciteren, Bert? Nee, bij geen enkele club. Nee, je doet het even rustig aan. Nou ja, dan moet er een club zijn waar je wil solliciteren en een club zijn die je wil hebben. En op dit moment speelt dat niet en kunnen we ons volledig op de competitie richten, want dat vind ik nog veel leuker. Ja, inderdaad. En als voorbereiding had je afgelopen zaterdag dus die wedstrijd tegen Terlede. Volgens mij moesten ze in de eerste helft even uit hun winterslaap komen, klopt dat? Ja, dat was niet best in ieder geval. Nee, Terlede liet duidelijk zien heel veel zin te hebben in die wedstrijd om zich te meten met ons. En wij gingen gewoon niet met de volle energie erin. Dat vond ik jammer, want dat had ik wel van de groep gevraagd. Maar blijkbaar konden we die knop nog niet goed omzetten. En op het moment dat we moesten, dan kwam het wel weer boven water. Maar het was niet de start die ik graag gezien had van de groep. En vooral ook omdat je zaterdag alweer meteen aan de bak moet natuurlijk. Maar ik vond Terlede erg goed en ons minder goed. Maar kijk, je wint wel met 5-3. En dat is natuurlijk ook wel weer de klasse van onze groep. Dat we in de breedte dusdanig zijn dat we gedurende die 90 minuten wat kunnen doen. En dat is ook wel weer zaterdag bewezen. Ik heb
met de jongens van Teleden na afloop ook nog even over gehad. Zij komen natuurlijk uit de hoofdklasse A, waar over het algemeen beter gevoetbald wordt dan de hoofdklasse B. Dat is denk ik algemeen bekend. Hè? Noordwijk komt er vandaan, Quick Boys, Stedoco, nu Teleden. Dat blijkt toch steeds weer, hè? Ja, maar in oefenwedstrijd dan, dat zag je op het veld ook terug, hè, net wat minder gretig, wat minder goed in de duels komen. En dan ben je gelijkwaardig aan zo'n ploeg. En dan lopen natuurlijk ontzettend goede voetballers bij. En nogmaals, we hebben dit laten gebeuren en dat vond ik niet heel chic. Maar ja, weet je, 8 doelpunten, eerste wedstrijd. En we gaan zo'n lekker videoanalyse doen, want dat was het voordeel van zaterdag. We hebben genoeg om te bekijken wat kan verbeteren en dat is gunstig. Een leuk debuut van Moro, Soufiane. Ja, Soef is natuurlijk net bijgekomen en heeft in de tweede helft wat leuke dingen laten zien. Hij heeft ook wat dingen laten zien waar ik als trainer wat meer op let. Waar je als supporter er natuurlijk niet op let. Verdedigend zeker? Nou ja, verdedigend zeker. Hij kijkt nog wel even om zich heen van zou ik nou wel of niet mee gaan sprinten. Maar kijk, de klasse van hem zit natuurlijk in zijn voetbalintelligentie. Hè. Als je ziet, hij heeft de derde, vierde man al gezien. En de assist die in zijn benen heeft. Hij is briljant. Dus hij heeft goed oog voor de situatie. Dus je moet hem vooral beoordelen op dat wat hij wel kan. En dat wat hij minder goed kan. Dat moet je camoufleren door andere jongens erachter te zetten. Jij kende hem ook al? Als speler? Nou, kennen gewoon van de beelden. En in de voorbereiding hebben we natuurlijk tegen de Vogels gespeeld. Maar het is niet zo dat ik... Ik heb niet live met hem gewerkt of hem niet aan het werk gezien. Nee. Jonge FC Groningen, wat verwacht je daarvan? Het eerste van Groningen? Nee, dat zullen ze toch niet doen, hè? Nou, nee, je weet het niet. De wedstrijd van vrijdagavond is onzeker voor FC Groningen of die doorgaat. En in ieder geval zonder publiek. En de burgemeester wil hem mogelijk niet door laten gaan in Duitsland. Ja, ze komen vrijdagavond terug van trainingskamp. En dan zullen we zien wie die zaterdag aansluit om tegen ons te spelen. Dat kan werkelijk alle kanten op gaan. Daar heb ik geen idee van. Hoe bereid je je daarop voor? Jong FC Groningen. Nou, qua formatie weet je redelijk in te vullen hoe ze gaan spelen. Qua namen niet, maar dat zie je snel genoeg in de wedstrijd. En laat eerlijk zijn, in deze week waarin je nog weinig ritme hebt, moet je je vooral concentreren op je eigen ploegen. Dus we weten nu wel, vorig jaar hebben we goede les aan gehad, wat je vooral niet moet doen. Nou, die ervaring neem je mee en dan straks in het veld zul je zien dat wij moeten uitstralen dat we meteen goed willen starten om weer mee te doen in de stand. Vanavond wordt deze trainingsvisie uitgezonden. Dat wordt 10.000 keer bekeken. Dus zeg even wat er morgenavond te doen is hier bij de DVS. Ja, morgenavond een mooie oefenwedstrijd tegen de koploper van het zondagvoetbal hoofdklasse. SDO uit Bussum. Dus als de storm het toelaat dat er morgen een mooi potje gespeeld kan worden, dan doen we dat. Storm gaat morgen liggen en we gaan een mooie wedstrijd zien, denk ik, Bert. Gaan we voor zorgen, Piet. Dankjewel.